Zo mensen, ben ik weer voor mijn dagelijkse vlog vanaf het Fab City terrein. Ik sta vandaag weer voor het We Are Data Mirror Room, daar sta ik voor en ik ga zo direct naar binnen. Want ik had vorige week al met die gasten gesproken, maar ik ga nu echt de experience beleven. Dus dat betekent dat mijn persoonlijkheid gemeten gaat worden. Dus ik ben echt heel benieuwd wat dat voor, wat daar uit gaat komen. Dus ik ga zo naar binnen en dan, dan gaat het gewoon gebeuren. Toch? Ja. Ik kan naar binnen, ja. Nou, daar ben ik. Ik loop nu naar binnen. Je mag dus, op die mat gaan staan. Ik ga op de dan mat. Ga ik hem aanzetten. Dan geef ik een seintje en dan mag je naar binnen. En je mag gewoon rondkijken. Oké. En als je naar buiten wil, dan kan je gewoon de deur zelf openen. Oké, als het erg is, dan ga ik erbij. Je weet, hij houdt vanzelf weer op en dan weet je dat hij erbij bent. Oké, hoi. Nou, daar ben ik dus. Ik sta dus nu in een donker dingetje. En, een donker halletje. En ik mag naar binnen. Yes. Ik mag naar binnen. Oké. Dan kom ik nu dus in een ruimte met spiegels. Yes, allemaal spiegels om mij heen. Ik kan mezelf. Oh jeetje, Mina, wat gaat hier gebeuren? Yo. Experience, yes. Live experience. Je bent data. Wat je doet, waar je bent, hoe je eruit ziet, het is data. En de data wordt continu gemeten en gebruikt, of je het nou wilt of niet. Maar waar ligt de grens? Welke data wil je afstaan? En welke niet? Ik zal met jou je grenzen verkennen. Heel goed, mijn grenzen gaan verkend worden, dus ik ga er nu stoppen. Ik zie dat je een vrouw bent. Ja, ik ben een vrouw. Dat je tussen 30 en 40 jaar bent. Oké, dan. Je bent 198 centimeter lang. Oeh. Je weegt 63 kilo. Jeetje, ik ben dus 1,87. Ik ben een man en ik ben 78. Jeetje, wauw. Oké, het wordt vast heel mooi. Dank voor uw aandacht. Kom naar Fab City en ga zelf hier ook naar binnen.